Geachte aanwezigen. Heel hartelijk welkom bij deze raadsvergadering ter gelegenheid van de beëdiging van mevrouw Anja Schouten tot burgemeester van de gemeente Alkmaar. Mijn naam is Mirjam Pieters en ik zal een aantal mededelingen doen voorafgaand aan het officiële deel van deze avond. Allereerst verzoeken wij u de coronamaatregelen in acht te nemen. U bent ermee bekend, maar toch houdt u 1,5 meter afstand van elkaar wanneer u loopt en draagt u dan alsjeblieft een mondkapje. Verder verzoek ik u om uw telefoon op stil te zetten. Alkmaar Centraal is aanwezig om de uitzending te verzorgen. Er worden camerabeelden gemaakt en er is een aantal fotografen aanwezig om bijzondere momenten vast te leggen. Zij zullen op 1,5 meter afstand blijven. Bij iedereen staan 2 flesjes water op tafel. Daarnaast worden er tijdens en indien mogelijk ook na afloop van de vergadering een drankje geserveerd op de plaats waar u nu zit. Zo proberen we er binnen de coronamaatregelen een feestelijke avond van te maken. We verzoeken u na afloop van deze bijzondere raadsvergadering te blijven zitten. Mevrouw Schouten komt bij u langs en dan heeft u de gelegenheid om haar te feliciteren. Uiterlijk 10 uur proberen we de feestelijkheden af te ronden in verband met de coronamaatregelen. Voor nu wens ik u allen hier en thuis een hele mooie en gedenkwaardige avond. Dan verzoek ik u allen te gaan staan voor de ontvangst voor de commissaris van de Koning, de heer Van Dijk, en de kabinetchef, de heer Dalenoord. Zij worden begeleid door de plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Hoeksema, en de griffier van de gemeente Alkmaar, mevrouw Hornstra. Verder verzoek ik u onder een hartelijk applaus mevrouw Schouten welkom te heten. Zij wordt begeleid door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie en de nestor van de Raad, mevrouw Bolte. Dan geef ik nu graag het woord aan plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Hoeksema. Dankjewel, Mirjam. Dames en heren, goedenavond. Ik wens u allen van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering vanavond in de Grote Kerk. We heet een bijzonder woord van welkom aan de nieuwe burgemeester, mevrouw Schouten. En bijzonder ook haar man, echtgenoot, de heer Pedro Blom. Daarnaast een bijzonder woord van welkom aan de heer en de commissaris van de Koning. Ik moet even het lijstje afwerken, anders ga ik de verkeerde kant op. De heer Van Dijk en de kabinetchef, de heer Dalenoord. Uiteraard ook welkom aan de leden van de Raad, de fractieassistenten thuis en de leden van het college uiteraard ook welkom. En alle mensen op de publieke tribune. Ook heet ik de familie en de naaste vrienden van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering. En verder heet ik de burgemeesters en lokale burgemeesters van Haarlem, 5 herenlanden, Horen, Castricum, Heilo, Heerengewaard en Langendijk, onder andere
namens Noord-Holland, Noord-Holland-Noord en regio Alkmaar. Tevens heet ik welkom de oud-burgemeesters van Alkmaar, de heer Pop en mevrouw Van Rossen. De kinderburgemeester Livia Balder. En verder heet ik ook welkom collega's en oud-collega's van mevrouw Schouten, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio, politie, openbaar ministerie, GGD, brandweer en pers uiteraard en onze ambtenaren van de gemeente. Graag hadden wij ook vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en bedrijven uitgenodigd, maar helaas is dat volgens de coronaregels niet mogelijk. En we hopen dat de mensen dat op afstand kunnen volgen. Dan een officiële mededeling. Er is een bericht van verhindering. Het is wel een officiële raadsvergadering. Een bericht van verhindering van mevrouw Boken binnengekomen. Dan hebben we ook een officiële agenda. Zo hoort dat. Kan ik de agenda vaststellen zoals die voor ligt? Ik gebruik de hamer daar niet voor hoor. Maar ik zie iedereen ja knikken. Was dat altijd maar zo. Dan gaan we naar de beëdiging en installatie van mevrouw A.M.C.G. Schouten. Hier naast mij. Als burgemeester van de gemeente Alkmaar. En dan is nu het moment aangebroken dat mevrouw Hornstra, onze griffier, die naast me zit, het koninklijk besluit gaat oplezen. Graag uw aandacht ervoor. Dank u wel, voorzitter. Het koninklijk besluit luidt als volgt. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juni 2021, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 23 juni 2021 te benoemen tot burgemeester der gemeente Alkmaar, mevrouw A.M.C.G. Schouten, te heer Hugelwaard. Dank u wel. Dank u wel. Dat was het officiële gedeelte, het koninklijk besluit. Dan geef ik nu het woord aan de commissaris van de koning, de heer Van Dijk. Ja, goedenavond dames en heren, burgemeester, beste Anja. Bijzonder om hier weer te staan. Het is niet zo lang geleden dat ik hier was bij het afscheid van heer Bruinogen. En dat was eigenlijk al een hele bijzondere mooie gebeurtenis. En het is ook een hele bijzondere locatie, deze kerk. Anja Schouten wordt uw nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeester van Alkmaar. En dat is niet zomaar een burgemeester van niet zomaar een stad. Haar installatie als burgemeester staat in deze bijzondere raadsvergadering op het programma. Maar eerst wil ik uiteraard natuurlijk toch, voordat ik over deze installatie ga spreken, de waarnemend burgemeester Emiel Roemer bedanken voor het feit dat hij sinds 1 oktober vorig jaar de honneurs heeft waargenomen in deze prachtige gemeente. Maar hij heeft ook wat achtergelaten. Hij vond dat Alkmaar trotser mag zijn op zichzelf en dat er zeker geen reden was voor Calimero-gedrag, las ik in de krant. Maar hij erkende ook het grote belang van de eensgezinde uitstraling van de regio. Hij organiseerde daartoe overigens ook vorige maand de bestuurdersconferentie waar ik zelf aan mee mocht werken, de bestuurdersconferentie Noord-Holland-Noord. Het burgemeesterschap is een ambt dat bijzondere eisen stelt. Altijd al, en dat wordt zeker niet minder. De ideale burgemeester is dan ook een schaap met het bekende vijf poten. In dat verband noem ik de verschillende rollen waarin een burgemeester moet kunnen acteren. Van voorzitter, verbinder tot burgervader of moeder, ambassadeur, van portefeuillehouder, maatschappelijke veiligheid, leefbaarheid, tot hoeder van bestuurlijke kwaliteit en integriteit en tot bestuurder in algemene dienst. Ik geef het u te doen. De burgemeester speelt naar mijn mening een cruciale rol in de continuïteit, de stabiliteit en de kwaliteit van het lokale bestuur zoals we dat in Nederland kennen. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn er ook.
Denk aan decentralisatie in het sociale domein, uitbreiding van taken en bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Sommigen gebruiken wel eens het beeld van de burgemeester als sheriff. Of dat terecht is, laat ik vandaag even achterwege. Ik vermoed alleen dat de nieuwe burgemeester, gezien haar verleden als politiechef, er niet van ondersteboven zal raken. Volop uitdagingen dus, ook in Alkmaar. Maar waar moet dan die nieuwe burgemeester aan voldoen? En die vraag heeft u aan de Alkmaarse bevolking voorgelegd. In de profielschetsvergadering met uw raad stelden we vast dat meer dan de helft van de inwoners vindt dat de nieuwe burgemeester van Alkmaar een burgemeester moet zijn voor alle inwoners. Ook van groot belang vindt men de zware taak van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zeker ook omdat de burgemeester van Alkmaar voorzitter is van de veiligheidsregio. Een ander belangrijk punt. De gemeenteraad ziet de burgemeester als hoeder van de integriteit binnen de gemeente. Dat mag zij verwachten. Maar ik heb in die profielschetsvergadering ook aangegeven dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van u samen, gemeenteraad en burgemeester. En dat wil zeggen dat ook de raad een duidelijke rol heeft in het elkaar scherp houden. En in het bevorderen van het zelfreinigend vermogen. Anja Schouten wordt de tweede vrouwelijke burgemeester van Alkmaar. Dat is mooi. In het openbaar bestuur zijn vrouwen nog steeds in de minderheid. En dat mag best wel een beetje veranderen. Anja Schouten heeft haar politieke voorkeuren, maar deze komen niet tot uitdrukking in een lidmaatschap van een politieke partij. Dat is niet altijd gebruikelijk in het burgemeesterschap, omdat we vaak zien dat het burgemeesterschap toch een vervolgstap is in een politiek-bestuurlijke carrière. Maar ik heb het idee dat het besef sterker wordt dat het ook anders kan. En dat dit mooie dingen kan opleveren. Want waarom zou je de vijver met competente en talentvolle kandidaten niet wat groter maken door onze blik te verruimen? Zie hier het voorbeeld. Alkmaar is een belangrijke stad in Noord-Holland. En de stad vervult een duidelijke regiofunctie. Het is mooi om te zien dat ook de gemeenteraad in de nieuwe burgemeester een boegbeeld ziet, ook buiten de gemeente Alkmaar. Niet alleen in Alkmaar, maar ook in de omliggende gemeente wordt er verwachtingsvol uitgekeken naar de nieuwe burgemeester. Ze kan de ambitie van Alkmaar en de regio, die ook bleek tijdens die bestuursconferentie, een stevig impuls geven. Maar ook de daartoe benodigde verbinding stimuleren. En ik heb ook een klein cadeautje voor je meegenomen. Een historische atlas van Alkmaar. En wat zou er mooi zijn als er over 100 jaar vele hoofdstukken aan de geschiedenis zijn toegevoegd. Dan kan je daar in ieder geval vanaf vandaag mee gaan beginnen. En eigenlijk maak ik met dat boek ook een klein beetje reclame voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar ik in Noord-Holland voorzitter van mag zijn. En we hebben mede dit boek gesponsord. Maar toch, het is een mooi boek. Anja Schouten heeft ervaring in de politiek-bestuurlijke wereld. Als gemeentesecretaris, als bestuurder in de zorgwereld en in de politiewereld. Waar zij laatstelijk werkzaam was als, ik zei het al, hoofdcommissaris. Niet als politiechef, maar als hoofdcommissaris van de eenheid Noord-Holland. In de krant zei het best wel leuk dat je nu van een dienstpistool overgaat naar een voorzittershamertje. Anja, je bent geboren en getogen in Alkmaar. Je bent een voorbeeld van een persoon die heel bewust de eigen carrière heeft vormgegeven. Iemand die van aanpakken houdt, naar het hoogste streeft en dat ook bereikt. In een interview zei je ook naar wijsheid te streven. Je kijkt daarbij ver vooruit, want op je 80ste wil je een wijze oude vrouw zijn. Een stos, als ik het goed uitspreek op zijn West-Fries. Daar heb ik even op moeten oefenen, die laatste. Om dat te kunnen worden, moet je veel ervaring op doen. En daar ben jij volgens mij je hele leven al mee bezig. Beste Anja, je voelde je ontroerd en vereerd met je uitverkiezing. En je ziet er naar uit om met iedereen kennis te maken. Je bent gewend als politiechef altijd beschikbaar te zijn. En dat komt mooi uit. Want je collega-burgemeesters zullen beamen dat je burgemeester 24 uur per dag, 7 dagen in de week bent. Maar je bent ook gewend aan die boegbeeldfunctie. En dat schrikt je ook niet af, integendeel. Je voelt je daar prettig in en je durft naar voren te stappen. Ook als spreekbuis. En dat is belangrijk, ook voor Alkmaar. En die grote zichtbaarheid van de burgemeester zal dus absoluut voor jou geen probleem zijn. Dames en heren, tot slot.
Ik hoop dat Anja Schouten en Alkmaar het goed met elkaar zullen gaan vinden. En dat hun verhouding succesvol en heel plezierig zal zijn. Ik feliciteer dan ook Alkmaar en Anja met hun keuze voor elkaar. En ik wens jullie veel succes. En dan ga ik nu over tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst. Het afleggen van de eed. Dank u wel. Afstaan, indien mogelijk. Anna Maria Klazina Geertruida Schouten, u bent bij koninklijk besluit van 4 juni 2021 met ingang van 23 juni 2021 benoemd tot burgemeester van de gemeente Alkmaar. Door na mij te bevestigen met de woorden "Zo waarlijk helpen mij God almachtig", legt u in handen van de commissaris van de koning ter voldoening aan artikel 65 van de gemeentewet de volgende eed af. Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Burgemeester. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. En ik feliciteer natuurlijk ook Alkmaar met Anja Schouten als haar nieuwe burgemeester. Nu tekenen wij nog even het proces-verbaal, als je dat goed vindt. Goed, dan maak ik van de gelegenheid gebruik om mevrouw Schouten, onze burgemeester, mevrouw Schouten, van harte te feliciteren met haar benoeming. Dan hebben wij ook een aantal toespraken vanavond. En als eerste wil ik het woord geven aan mevrouw Bolte, de nestor van de gemeenteraad Alkmaar. Niet verstaanbaar. Okay. Oh, ik mocht er niet aankomen. Beste Anja, het is zover. Vanaf heden ben jij de burgemeester van Alkmaar. De enige stad waar jij burgemeester wilt zijn, want hier ben je geboren en getogen. Vanaf het moment dat de gemeenteraad de profielschets vaststelde op 27 oktober 2020 tot de bijzondere raadsvergadering op 15 april 2021, waarna ik je als eerste mocht feliciteren, dat was een lange tijd. Je hebt er wel over verbaasd dat het allemaal zo lang moest duren. De vertrouwenscommissie kan niets zeggen over deze periode. De kandidaten mogen dat echter wel. De meeste kandidaten zullen dat natuurlijk niet doen, want zij zijn niet gekozen. Maar jouw positie is anders.
Jij bent immers de enige kandidaat van wie bekend is dat ze heeft gesolliciteerd. Dus jij kunt vrijuit praten over bijvoorbeeld die vertrouwenscommissie die je 2 keer heeft doorgezaagd. Ga je gang. De pers hoort het graag. Onze vorige burgemeester zou dit uitlokking noemen en dat is het ook. Je ruime ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid maakt het mogelijk dat je meteen kunt functioneren als burgemeester. Je bent ook gemeentesecretaris in de voormalige gemeente Schermer geweest, thans deel van Alkmaar, en hebt zodoende een goede kijk gekeken in de ambtelijke keuken van het leven achter de politieke schermen van een gemeentebestuur. Als lokale burgemeester zonder politieke achtergrond sta je echt boven de partijen en kunnen wij alleen maar raden op wie jij gestemd hebt. Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en wilt graag ieders burgermoeder zijn, ook van de gemeenteraad. Dat is mooi. De dag nadat we jou kozen tot de burgemeester hebben we koffie gedronken met elkaar. Traditioneel is dat bij de burgemeester thuis. Maar omdat we de burgemeester van je woonplaats niet wilden triggeren door met de voltallige vertrouwenscommissie de coronaregels te schenden, hebben we die koffie op het stadhuis gedronken. Tijdens dat informeel samen zijn vroeg ik je wat je die ochtend dacht toen je de krant opensloeg. Je zei dat je je zorgen maakte om ons, de gemeenteraad, en of het allemaal wel goed kwam. Heel lief, echt een burgermoeder. Anja, we hebben er het volste vertrouwen in en we wensen je veel succes en plezier, want het hoort ook leuk te zijn. En natuurlijk krijg je cadeautjes. Om te beginnen een nieuwe voorzittershamer in dezelfde stijl als het spreekgestoelte. En dat komt nu in beeld. Ja, daar is hij. Dat dingetje hier is ook op die, in dat doosje te zien. En zometeen overhandig ik hem aan je. De commissaris van de Koning had het net over een hamertje, maar dit is een hamer. Goed, dan verder krijg jij ook een mooie loep. En je vraagt je vast af waarom. In Alkmaar hebben wij het gebruik om het lot te laten bepalen wie er mag beginnen bij een hoofdelijke stemming of wie er aan een stemtelcommissie deelnemen. Daartoe trekt de burgemeester een zilveren boontje met een nummertje erop uit een speciaal doosje. Sommige burgemeesters moeten enorm turen om die nummertjes te kunnen lezen en daarom krijg jij een mooie loep. En tot slot een boeket bloemen voor Pedro voor de toekomende tijd, waarin hij je soms weinig zal zien. Dank u wel, mevrouw Bolten. Spreekgestoelte wordt in orde gemaakt. En dan geef ik het woord aan mevrouw Livia Balder. En Livia Balder is onze kinderburgemeester van Alkmaar. Geachte genodigden en geachte raadsleden en lieve Anja. Allereerst wil ik je heel hartelijk welkom heten als nieuwe burgemeester van Alkmaar. Ik denk en weet zeker dat de ambtsketen jou heel goed gaat staan. Ik vind het echt heel leuk voor je dat je burgemeester bent geworden omdat je erg aardig bent. Ik heb je eigenlijk nog niet zo heel goed leren kennen. Maar Emiel heb ik in de tussentijd wel goed leren kennen. Maar nu heb ik een heel jaar om jou te kennen. En ik zal alvast vertellen dat ik als een echte Alkmaarse dame gek ben op kaas. Ik hoop, mij lijkt het leuk, als het weer mag, samen naar de kaasmarkt gaan. Zullen we dat doen? Ik hoop op een goede samenwerking en dat we samen goed voor Alkmaar gaan zorgen. Ik hoop dat we dit jaar samen een kindertalentshow kunnen organiseren. Ieder kind heeft een talent en dat kunnen we dan laten. En het is leuk als we dat aan iedereen kunnen laten zien. Ik ben 10 jaar en met 43 jaar leeftijdsverschil moeten we samen wel veel kennis hebben voor wat onze stad belangrijk vindt. Nog een keertje hartelijk welkom. Wij Alkmaarden zijn blij dat je er bent. Dank u
Dankjewel, Livia, onze kinderburgemeester. Dan geef ik het woord aan de heer Dijkman. Ja, zie dat maar eens te overtreffen, Pieter. Heer Dijkman is de lokale burgemeester van Alkmaar. Ja, dames en heren, dat is bijna niet te doen. Hè? Livia heeft de afgelopen dagen op de stad gepast. Dat was voor ons ook heel geruststellend. Toen Emiel al was vertrokken, had het college het ook iets rustiger. Maar dank, voorzitter, dat ik vandaag mag spreken. Geachte leden van de gemeenteraad, commissaris van de Koning van Dijk, burgemeester Schouten, meneer Blom en ook meneer Dalenoort. En natuurlijk mevrouw de griffier en alle aanwezigen. Wat een prachtig moment vandaag, de beëdiging en installatie van onze nieuwe burgemeester. Anja, ook namens het college en de medewerkers van de gemeente Alkmaar heet ik je van harte welkom. Ja, als burgemeester van Alkmaar en natuurlijk ook als voorzitter van ons college. We kijken natuurlijk uit naar een hele goede samenwerking, die gaat morgen al beginnen. En we staan natuurlijk voor hele grote uitdagingen. Ik wil er toch nog een paar noemen. De stad gaat heel fors groeien. En dat is nodig vanwege de woningkrapte. Er zijn enorme investeringen voor nodig. In nieuwe voorzieningen, in duurzaamheid, in werklocaties, infrastructuur, mobiliteit. En naast de investeringen ook in het versterken van onze prachtige aantrekkelijkheid van onze binnenstad, het centrum van Alkmaar, als winkel- en verblijfgebied. En ondanks die hele grote ontwikkelingen, zullen we ook onverminderd onze aandacht en zorg moeten blijven besteden aan onze inwoners in de stad, maar ook niet te vergeten onze dorpen. Je krijgt geen rustige start. De komende weken zit je al drie vergaderingen, raadsvergaderingen voor, te beginnen bij morgen. We zijn ervan overtuigd dat je het fantastisch gaat doen. Je hebt de afgelopen weken eigenlijk al heel veel voorbereiding doorlopen. Je hebt verschillende keren met het college gesproken, maar ook met ambtenaren en heel veel mensen in de wijde omgeving. En ik zelf heb van je begrepen dat je nog in een bed and breakfast bent geweest om ook de kernen te leren kennen. En ook de kern waar ik woon, de kleinste in de gemeente van 300 inwoners. Je bent er dus helemaal klaar voor. Een geboren Alkmaarse met een zeer uitgebreide maatschappelijke carrière kan eigenlijk niet anders dan dat we met jou een betrokken, bevlogen en gedreven burgemeester gaan krijgen. Een burgermoeder midden in de samenleving. Ja, dames en heren, er was al een officieel gedeelte, maar er komt toch nog een officieel gedeelte nu erna. En dat is de overdracht van de ambtsketen. En vanwege de coronamaatregelen kan ik hem helaas niet zelf omhangen, heb ik wel gezegd. Hè. Maar daar hebben we een goede oplossing voor gevonden. En de ambtsketen ligt al op het inmiddels zeer bekende kussen. En je echtgenoot Pedro Blom, tot vandaag een zeer gewaardeerde collega van onze gemeente Alkmaar, heeft de eer en is ook de bereidheid gevonden om jou de ambtsketen om te leggen. Pedro, ga je gang. Thank you.
Als iedereen voorzien is van een glaasje, dan wil ik u graag verzoeken, zover mogelijk, om op te staan. En dan wil ik een toast uitbrengen op onze nieuwe burgemeester, mevrouw Schouten, burgemeester van Alkmaar. Proost. Dank u wel. Goed, na deze toast gaan we verder met het programma. En we hadden bedacht om alle fractievoorzitters in volgorde van grootte der partijen het woord te geven. Om een klein woordje richting de nieuwe burgemeester te richten. Wij timen dat wel. Dat hadden we van tevoren afgesproken. We kennen u. Dus we willen echt vragen om aan de afgesproken tijd te houden. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Victor Kloos van de OPA. Ja, dank u wel. Hallo. Ja, dank u wel, voorzitter. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heet onze nieuwe burgemeester hartelijk welkom. Want ja, de nieuwe burgemeester is onafhankelijk en dat vinden wij fantastisch. Maar wij zijn niet de enige, voorzitter. Uit de reactie van burgers begrijpen wij dat zij heel blij zijn, voorzitter, dat er niet iemand weer is vanuit een Haagse politieke partij. Zo zie je dat onafhankelijk zijn toch ook zijn voordelen heeft. Maar het niet aangesloten zijn bij een landelijke partij houdt niet in dat je kleurloos bent. Dat werd laatst een beetje gesuggereerd in het Noord-Hollands Dagblad, maar het is natuurlijk niet juist en doet geen recht aan onze nieuwe burgemeester. Wij rekenen erop, voorzitter, dat de burgemeester juist kleurrijk is en eigen kleur toevoegt aan onze mooie stad. En kleurrijk houdt ook in, volgens OPA, warmte voor de Alkmaarders. De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt het gaaf dat onze nieuwe burgemeester een echte Alkmaars is. Het is eigenlijk gewoon welkom terug in Alkmaar. Want onze nieuwe burgemeester weet dat het in Alkmaar fijn vertoeven is. In een hele mooie, historische en gezellige stad. Onze nieuwe burgemeester weet ook dat Alkmaar een sterke lokale partijentraditie heeft. Jazeker, al jarenlang in de raad. En ze weet dat je heerlijk kunt genieten van de gezellige restaurants en de terrasjes. We hebben begrepen dat zij daar ook weer recent is gesignaleerd. Een goede zaak. Onze burgemeester weet, voorzitter, dat je eigenlijk alles hier kunt doen. Tuinieren, heel belangrijk tegenwoordig met die volkstuinen. Tennissen, mountainbiken, vissen en ja, je kan hier ook stijldansen. Voorzitter, ik neem u toch even mee in een heel korte tijd geschiedenis. Want bij stijldans hoort ook, voorzitter, zeker in de goede oude tijd, afdansen. En daar is deze burgemeester zich zeer wel van bewust geweest. Bij mijn afdansen, voorzitter, ik ben altijd heel transparant en weet u dat alvast, werd de muziek stilgezet omdat ik uit de maat danste. Maar ik haalde het toch. Ik zag onze nieuwe burgemeester samen met de heer Van der Ree de kerk in walsen. Even leek het, voorzitter, een uitzending van andere tijden. Want u heeft destijds, het is een publiek geheim, maar heel belangrijk om te melden, destijds met hem afgedanst. En nu weten de kijkers dat thuis ook. Maar het gaaf is, voorzitter, het allerbelangrijkste is dat u de dans leidde. U leidde deze dans met de heer Van der Ree. En ik ga ervan uit, voorzitter, dat deze leidinggevende capaciteiten ook fantastisch zullen zijn in de gemeenteraad. Meedogenloos vriendelijk, denk ik, zult u zo gaan doen, heb ik tenminste ergens begrepen. Met deze eerste dans heeft u brons al binnen. Wij verwachten dat u de komende jaren zilver en goud zult gaan halen om maar in de stemming van het dansen te blijven. Wij hopen dat u deze symbolisch ook van onze bevolking zult gaan krijgen. Het is onze Alkmaarders, maar ook zeker u, absoluut gegund. Wij feliciteren u namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar en wensen u heel erg veel succes.
Dank u wel, heer Kloos. Dan gaan we over naar de heer Bastiaan de Leeuw van GroenLinks. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, wat waren we ambitieus? We hebben de lat hoog gelegd. Ruim een half jaar geleden begonnen we met onze zoektocht. En dat noemden we op zoek naar de beste burgemeester van Alkmaar. Vandaag sluiten we deze zoektocht af. En we kunnen zeggen, het is gelukt. En dat het gelukt is, dat vind niet alleen ik. Dat vindt niet alleen mijn fractie. Dat vindt de hele raad. Een belangrijke datum in dit proces is 15 april. Die dag hebben we ons als raad opgesloten om te bepalen wie we als raad voor zouden dragen. En wat duurde die raadsvergadering toch lang. In de krant stonden de dagen daarna de wildste verhalen over wat zich daar in alle beslotenheid nou eigenlijk afgespeeld had. Voorzitter, bij deze zal ik het grote geheim onthullen. Iedereen weet, wij politici, wij praten graag en veel en lang. En dat hebben we die avond ook gedaan. En waarom? Omdat we zo enthousiast waren over mevrouw Schouten. Zo enthousiast dat we zelfs de tijd vergaten. Mevrouw Schouten, we raakten niet uitgepraat over u. En enkele van ons waren zelfs zo enthousiast dat het niet lukte om het blijde nieuws voor zich te houden tot het einde van de vergadering. Burgemeester Schouten, als het over enthousiasme gaat, dan hebben de aanwezigen hier alle wat gemeen. Enthousiast over het mooie Alkmaar. U zult de komende tijd 39 raadsleden treffen die allemaal met passie in deze raad zitten. Allemaal hard werken om van Alkmaar een nog mooiere stad te maken. Om nog beter voor onze inwoners te zorgen. Enthousiasme voor Alkmaar is wat wij met u delen. Dat u onze burgemeester wordt, is dan ook een match made in heaven. Van harte welkom. We kijken uit naar een schitterende samenwerking. Dank u wel, de heer De Leeuw. Dan geef ik het woord aan de heer John van der Rey van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen, commissaris en natuurlijk burgemeester Schouten. Of zoals ik, denk ik, met recht mag zeggen, beste Anja. Want, voorzitter, Alkmaar is een fijne gemeente met een heerlijk buitengebied. Een echte stad, maar met de karaktertrekken van een dorp. Want hoe anders valt te verklaren dat ik het meisje waarmee ik ooit op het PCC heb gezeten, maar vooral ook, zoals de heer Kloos ook al memoreerde, ruim 35 jaar geleden bij dansschool Peter Verbiest aan de Baangracht heb gedanst, zou toespreken in de Grote Kerk bij haar terugkeer in en benoeming tot burgemeester van onze mooie stad. En dat toespreken, dat doe ik met groot plezier en vertrouwen. Want als de wijze waarop jij, Anja, mij door een favoriet nummer als From New York to L.A. van Patsy Gallant en die danslessen heen hebt geleid, ja, dames en heren, ik kan het bevestigen, zij leiden, een voorbode is van de wijze waarop je deze gemeente, inclusief het jou zo bekende Sint Pancras en Koedijk, zult gaan leiden naar de bestuurlijke toekomst de komende 10 à 12 jaar, dan komt het wel goed. De jou zo kenmerkende en mij al lang bekende rust en overtuiging zul je nodig hebben. Niet alleen om enige ordening aan te brengen in de Alkmaarse politieke arena, waar je ongetwijfeld ook door mij uitgeprobeerd zal worden als raadsvoorzitter, maar ook om jouw aanzienlijke bestuurlijke netwerk nu uit te gaan breiden naar een voor Alkmaar meer relevant politiek netwerk. Dus niet from New York to L.A., maar from The Hague to the MRA. Op de meest opmerkelijke plekken hoor en zie ik dat je daar al mee gestart bent. Dus dat gaat ook allemaal vast wel goed komen. Tot slot wens ik je namens de Alkmaarse VVD het beste toe van illustere voorgangers. Ik wens je de populariteit van de hier aanwezige Marietje van Rossum toe. De inzichten van Ronald Bandel. De bestuurlijke carrière van Roel de Wit. En de daadkracht van Emiel Roemen. En Anja, mocht er ooit nog eens gestijldans worden bij een formele gemeentelijke gelegenheid, hoop ik op de eerste dans, waarbij ik nog meer hoop dat je me wederom er doorheen zult leiden.
Veel succes. Dank u wel, de heer Van der Ree. Dan geef ik het woord aan de heer David Rubio Barrajo namens de Partij van de Arbeid. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Geachte aanwezigen, geachte commissaris. Een bijzonder warm welkom uiteraard aan mevrouw Schouten en haar echtgenoot. Mevrouw Schouten, of moet ik eigenlijk zeggen geachte burgemeester. Of wel edel gestrenge mevrouw Schouten. Wat uw nieuwe formele titel is nu u de burgermoeder van onze mooie gemeente bent geworden. En behoudens welgemene felicitaties van mij en mijn fractie hoort er natuurlijk ook een klein cadeau bij te komen. En het cadeau wat mijn fractie u geeft, en mevrouw Pieters gaat het u zo overhandigen, is een groot boeket rode rozen. En zoals u ongetwijfeld weet, heeft de roos een grote symbolische waarde voor mijn partij. Het staat voor sociale democratie, maar ook voor het bestrijden van kansongelijkheid. In theologische zin, in de takken van het christendom, zien we dat de roos staat voor verdraagzaamheid. En voor ons allemaal, zeker op 14 februari, staat de roos symbool voor liefde. En voor compassie. Liefde, compassie, verdraagzaamheid, het tegengaan van kansongelijkheid. Dat zijn de kernwaarden die wij in u terug hebben gevonden. En daarom zijn we er zo trots op dat u onze nieuwe burgermoeder bent. Wij geven u deze roos, maar u bent eigenlijk de nieuwe roos voor de gemeente Alkmaar. En daar zijn we trots op. Ik kijk uit naar een hele vruchtbare samenwerking en feliciteer u nogmaals. Dank u wel. Dank u wel, de heer David Rubio Barrajo. Dan geef ik het woord aan de heer David Schultz van D66. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Schouten, beste Anja, welkom. We zijn erg blij om je te mogen verwelkomen als onze nieuwe burgemeester. En dat lijkt een beetje alsof we in een nieuw tijdperk komen. Niet alleen de zonnewende, de zomer komt eraan. Corona lijken we achter ons te kunnen laten. Maar ook met een nieuw burgemeesterschap. Nieuwe groei en ontwikkeling van de stad Alkmaar. De heer Van Dijk refereerde er al aan. Alkmaar krijgt straks wellicht wel 150.000 inwoners. Voelt het alsof we toch een nieuw tijdperk ook als stad ingaan. En hoe mooi is het dat we dat nieuwe tijdperk kunnen ingaan met een nieuwe burgemeester. Die ook getuigt van nieuw leiderschap en misschien zelfs een nieuwe bestuurstijl. Partijloos, boven de partijen, vrouw, niet heel onbelangrijk, en Alkmaarse. Dus al die kwaliteiten en eigenschappen bij elkaar denken we dat u de juiste persoon bent op de plek, op de juiste tijd. Dus we kijken erg uit als D66 naar de samenwerking. Je bent altijd welkom om bij ons langs te komen. Niet alleen om over de raad te praten, maar ook om over Alkmaar te praten en de toekomst van onze stad. En ja, we zijn erg blij dat we u in ons midden mogen verwelkomen. Dank u wel. Dank u wel, heer Schultz. Dan geef ik het woord aan mevrouw Iris Seilemaker namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Schouten, wij willen u namens het CDA Alkmaar heel hartelijk welkom heten in onze gemeente. En eigenlijk is het weer een welkom terug, hè, want u bent een geboren en een getogen Alkmaarder. U heeft ook een rijke historie in Alkmaar. U bent zo net, heeft u een prachtig muziekoptreden gezien van Marco Koopman, alias de kaasdrager, de trompet, en Gosse Posma, raadslid namens het CDA Alkmaar. En met deze laatste, als we toch een historisch boekje open mogen doen, heeft u ook nog in het historisch of in het stedelijk harmonieorkest Solideo Gloria Alkmaar gespeeld. En een pikant detail daarbij is dat er 40 jaar geleden heeft u samen met hem een uitwisseling gehad van muziekkorpsen in Bad. De details daarover heb ik nog niet verder kunnen horen wat daar gebeurd is, maar dat komt vast nog wel in de loop der tijd. Burgemeester. De functie burgemeester is iets waar u eigenlijk al van kinds af aan van droomde. U gaf aan dat u eigenlijk altijd droomde om Alkmaarse burgemeester te worden. Nou, en hoe mooi is het dan om te zien dat dromen toch niet bedrog zijn, maar dat ze ook nog uit kunnen komen. Wij willen namens het CDA Alkmaar u veel plezier en succes wensen met deze prachtige functie.
En we kijken ook heel erg graag uit naar een fijne samenwerking. En nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel, mevrouw Zeilenmaker. Dan geef ik het woord aan de heer Benbijl namens Bas. Ja, dank je wel, voorzitter. Anja, volgens mij is nu jouw cirkel helemaal rond. Dit is wat je altijd wilde en jouw wens is in vervulling gegaan. Hoe ben je hier nou gekomen? Wij hebben in de vertrouwenscommissie gezeten en ik kan alleen wel even over mezelf praten. Ik ga daar uiteraard niks in die vertrouwenscommissie over zeggen. Maar ik wil wel een beetje mijn gevoel naar wat ik heb vertegenwoordigd. Jij hebt een bepaald gevoel bij mij en ook volgens mij bij heel veel Alkmaarders. En daar is maar, volgens mij één woord heel belangrijk. Jij geeft een bepaalde warmte. Jij straalt iets uit. En dat heb jij wat je volgens mij uniek in bent. Kijk, er zijn meer mensen in de geschiedenis die waren uniek. Kennedy die zei, ik ben een Berliner. En hij stal alle woorden in harten in heel Europa. Maar ik ben er eigenlijk ook ongelooflijk van overtuigd dat jij die harten hier heel snel van al die Alkmaarders gaan veroveren. Want jij hebt nogmaals, jij hebt iets ontwapenends waarvan ik kan dat niet uitleggen. Maar jij hebt iets waarin je zegt, ja, zij pakt die harten. En dat hebben wij ook nodig, want wij hebben uiteraard een burgemeester nodig die ons leidt. Wij hebben uiteraard een burgemeester die ons in Den Haag vertegenwoordigt en in de regio. Dat zal je ongetwijfeld ook heel goed gaan doen. Maar jij hebt ook iets, en dat vind ik heel belangrijk, staat ook in je profiel, die wij graag willen hebben. Die gewone burger, daar zal jij die harten bij stelen. Emiel had dat ook in een hele korte tijd. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat jij dat ook in die hele korte tijd gaan redden. Want nogmaals, jij hebt iets wat een ander niet hebt. En ik hoop dat mijn woorden uitkomen waarvan ik er heilig van overtuigd ben. En ik wens je heel veel succes en het gaat je zeker lukken. Dank u wel, meneer Bijl. Leg dat thuis maar eens uit, wat u allemaal gezegd heeft. Dan geef ik het woord aan de heer Arie Efskamp namens de SPA. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, mevrouw de burgemeester. Allereerst, van harte gefeliciteerd met de eervolle benoeming tot burgemeester van onze mooie gemeente. En elke nieuwe burgemeester zegt van zijn of haar gemeente benoemd te zijn in de mooiste gemeente van Nederland. En in geval van Alkmaar is het nog waar ook en het is uw eigen geboortestad. Als tweede namens de seniorenpartij zeer van harte welkom. Het is voor het openbaar bestuur en de burgers goed om weer de komende jaren een vast baken te hebben. Tussendoor nog een keer dank aan Emiel Roemer voor de meer dan voortreffelijke waarneming. Dames en heren, eerder werkte ik al eens een keer samen met onze nieuwe burgemeester. Mevrouw Schouten was toen directeur van Zorgbalans en ik werkte, en nu nog, voor Stichting Ommering. Beide grote zorgkoepels. We hebben toen het Kwalifestival voor onze medewerkers, bewoners georganiseerd. En daarbij kwam, en ook in de latere contacten heel nadrukkelijk naar voren bij mevrouw Schouten, haar diepe betrokkenheid bij die kwetsbare cliënten die aan onze zorg waren en zijn toevertrouwd. De interesse naar en in de mens, gecombineerd met daarbij ook de nodige zakelijkheid, zijn in ieder geval ook competenties benodigd voor de vervulling van de functie van burgemeester. Een cadeautje, natuurlijk. De seniorenpartij Alkmaar heeft een boekje voor u gekocht van Nico van Abbenes, genaamd Burgemeester Koning. Belevenissen van een gemeentebestuurder. In dat boekje wordt op levendige, komische wijze gekeken naar verschillende hoogte- en dieptepunten in het bestuurlijk leven. Commissies, de scherpe pen van de pers, de uit de pas lopende iemand. Heel leuk en leerzaam, waarbij ik u nu alvast wijs op bladzijde 126, het seniorenconvent.
het overleg waarbij gelet op de naam gedacht zou kunnen worden dat daar alleen senioren aan deelnemen, maar dat is niet het geval. Het gaat hier slechts om de kwaliteitsaanduiding van het overleg. En u begrijpt, dat houden wij als seniorenpartij samen met u graag in ere. Hartelijk welkom en ontzettend veel succes. Dank u wel, heer Erpskamp. Het was wel een tijdsoverschrijding, maar dat rekenen we straks wel even af. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Maya Bolter namens Leefbaar Alkmaar. Dank u wel, voorzitter. Anja, nogmaals gefeliciteerd. We zijn blij dat je er bent. Wij denken dat jij een burgemeester wordt die voor de hele stad is, voor alle burgers. Als we kijken naar de profielschets, je past er prima in. Overigens, dat past in al die andere kandidaten ook. Maar er kan maar eentje de beste burgemeester voor Alkmaar zijn. En dat ben jij. Leefbaar Alkmaar hecht eraan dat we als gemeentebestuur, als gemeenteraad, er zijn voor alle mensen in deze gemeente, ongeacht ras, nationaliteit, huidskleur en geslacht. En ja, dat staat ook hier verwoord op het cadeau wat Mohamed Essar straks zal geven. Vrede verbindt verschil, dat verwachten we van jou. Heel veel succes. Dank u wel, mevrouw Bolten. Dan geef ik het nu het woord aan mevrouw Janine Visser namens de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Schouten, ook de Partij voor de Dieren Alkmaar wil u van harte welkom heten. Toen aan het begin van het traject de inwoners van Alkmaar via een enquête gevraagd werd wat zij nu de beste burgemeester van Alkmaar vonden, kwam er in een van de reacties een woord voor waar ik, net als de heer Van Dijk destijds, nog nooit van gehoord had, maar dat woord is me altijd bijgebleven. De nieuwe burgemeester moet zorgen dat AZ niet zo miemelt. En ik kan mijn eigen aantekeningen niet eens meer lezen. En ik ben er dan ook van overtuigd dat u uitstekend in staat bent om het miemelen door wie dan ook daadkrachtig aan te pakken. Heel veel succes. Dank u wel, mevrouw Visser. Dan geef ik als laatste het woord aan de heer Ronald van Veen namens de ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Mevrouw Schouten, beste Anja, mogen we nu wel zeggen. Gefeliciteerd met uw benoeming tot de mooiste stad van het land. Namens de ChristenUnie Alkmaar wil ik u daar van harte mee feliciteren, maar ook voor uw partner, meneer Peter Blom. Want die gaat u heel veel missen, want u heeft in deze stad nog heel veel te doen de komende jaren. Zoals alle mooie partijen al aangeven, heel veel lof voor u, maar ook voor de mooie dingen die zij hebben gezegd. Maar u geeft zelf ook aan, dit is de stad voor u waar u burgemeester wilde worden. En wij van de ChristenUnie zien dat eigenlijk wel als godsplan. Want eigenlijk kunnen we wel stellen dat God de juiste persoon op de juiste plek plaatst. En dat zien we in dit geval ook voor u. We willen u veel godswijsheid brengen in de komende tijd en hopen op een vruchtbare samenwerking. Dank je. Dank u wel, heer Van Veen. En dank u wel, alle fractievoorzitters. Dan wil ik het woord geven aan burgemeester van Castricum, de heer Mans, namens de burgemeesterskring regio Alkmaar. Toch weer een iets andere setting dan afgelopen vrijdag. Meneer de commissaris, chef kabinet, voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geachte aanwezigen, de kijkers thuis, burgemeester Schouten, beste Anja, collega kan ik inmiddels zeggen. Welkom in ons midden. Namens de collega's mag ik je van harte welkom heten bij de burgemeesterskring van de regio Alkmaar. En natuurlijk van harte welkom bij de regio Noord-Holland-Noord. Onze eerste kennismaking was bij jouw installatie bij de politie in november 2017. Een prachtige ceremonie met veel vlagvertoon. Voor de meeste burgemeesters ben je dan ook geen onbekende. Als politiechef van de regionale, of commissaris, het zijn allemaal titels die gegeven worden. Als politiechef van de regionale eenheid Noord-Holland heb je de meeste van ons al eens ontmoet.
op het scherm of in het echt. Toch kijken we nu al uit naar een hernieuwde kennismaking, maar dan met burgemeester Schouten. Gemeente Alkmaar, leden van de gemeenteraad en in het bijzonder de inwoners, van harte gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester. Volgens mij krijgt u een kleurrijke eerste burger. Iemand die midden in de samenleving staat, die de combinatie van zorg en veiligheid hoog in het vaandel heeft en die besturen in het bloed heeft. En u weet het, in Alkmaar begint de victorie. Zo ook op het gebied van diversiteit. Want inmiddels heeft Alkmaar een vrouwelijke burgemeester, een vrouwelijke griffier en een vrouwelijke kinderburgemeester. Chapeau. Ik heb ook weer genoten van je toespraak, Livia. In aanloop naar deze ontmoeting heb ik uiteraard geprobeerd om wat te verdiepen in onze nieuwe collega. En Anja, je hebt een cv om u tegen te zeggen. Ik kan me inmiddels wel voorstellen dat het even tijd kost om zo'n lijvig curriculum door te nemen. Je hebt een schat aan ervaring en een netwerk waarvan de stad, de regio, maar ook wij als collega's veel kunnen hebben. Vandaag mogen dan de eerste stappen zijn op het burgemeesterspad. Je hebt je sporen ruimschoots verdiend. Juist binnen het specifieke domein dat een burgemeester zich machtig moet maken. En ik moest tijdens het lichten van de doopzeel van Anja toch ook denken aan mijn eerste dagen in het ambt. Het politiek-bestuurlijke was ik wel gewend als wethouder in Brielen. Brielen, de stad waar ik overigens ook heb geleerd wat het betekent om voor een oude vesting, zoals Alkmaar ook is, te werken. De inname van Den Briel vond plaats op 1 april 1572, waarbij de Geuzen het stadje veroverden op de Spanjaarden. En het aardige was, dames en heren, dat ik aankwam vanavond hier, werd ook in naam van Oranje gespeeld door de muzikanten. Dus ik voelde mij ogenblikkelijk thuis. En aan dit moment, dus die bevrijding, dankt Brielen haar schildspreuk Libertatis Primitiae, eersteling der vrijheid. En dit historische feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd met het Geuzenmaal. En als het goed is, Anja, zit jij dit jaar op 8 oktober aan de zuurkom met worst. Ik weet niet helemaal of je dat ook lekker vindt, maar ik hoop van harte dat alle versoepelingen zich dusdanig doorzetten dat Alkmaar daadwerkelijk een ontzet kan en mag vieren. Evenals een kaasmarkt. Want we gunnen je een bruisende stad en een open samenleving. Maar Anja, er waren ook veel zaken die ik mij eigen moest maken toen ik voor het eerst de ambtsketen van Hillegom kreeg omgehangen. Zaken die voor jou gesneden koek zijn. Veiligheid bijvoorbeeld. Je vervulde bestuurlijke rollen bij de brandweer in Heilo en in Alkmaar. Kennis van gemeenten, gemeentelijke organisaties. Je was gemeentesecretaris van Schermer. Het werd vanavond al even genoemd. Openbare orde. In diverse rollen was je actief voor de politie. En niet alleen van achter het bureau of aan de bestuurstafel. Je was ook actief in het veld. Oftewel blauw geverfd, zoals ze dat ook zo mooi noemen. En wat te denken van de zorg voor de medemens? In het begin van jouw loopbaan werkte je in de directe zorgverlening. Maar al snel vervulde je een managementrol in het toen nog MCA geheten ziekenhuis. Later was je directeur bij Zorgbalans. Kortom, jouw loopbaan was de perfecte aanloop om de sprong naar het burgemeestersambt te maken. Dames en heren, er is al iets meer gezegd over de profielschets, maar in de profielschets, de beste burgemeester van Alkmaar, wordt regionale samenwerking hoog op de agenda gezet. Dat bleek ook uit de enquête onder de inwoners. Het is een thema dat ik graag onderschrijf. Want niet alleen kan de regio met een sterke centrumgemeente een vuist maken in Noord-Holland, maar kan het ook richting Den Haag. Want samen vertegenwoordigen Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Langedijk, Heilo, Heerhugowaard en Castricum ruim 300.000 inwoners. En bovendien ben ik ervan overtuigd dat onze gemeenten elkaar aanvullen. Van de historische stad van Alkmaar tot de haven van Uitgeest. Van de bloembollenvelden van Limmen, het strand in Bergen, het groen van Heilo, naar het Rijk der Duizenden Eilanden. Het Poldermuseum, het Huis van Hilde, het Stedelijk en ga zo maar door. Wij wonen in een regio met de mooiste natuur,
De lekkerste gerechten, de leukste uitjes, prachtige wandel-, vaar- en fietsroutes en boeiende musea. Ik ben ervan overtuigd dat als we dat samen doen, samen delen, dat we elkaar kunnen inspireren tot een sterke regio. Eén die meer is dan de som der delen. Zeker op de onderwerpen wonen, duurzame bereikbaarheid en energie-innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat we in jou een bondgenoot hebben om de regio verder tot bloei te brengen. En uit betrouwbare bron weet ik dat je een verwoed wandelaar bent. En als je een keer een gesprekspartner wil in plaats van een podcast, ik begrijp dat je meestal wandelt met een podcast, dan ben je natuurlijk van harte welkom bij een van ons in onze mooie buurgemeente om die te verkennen en daar heerlijk te wandelen. Maar naast al jouw bestuurlijke ervaring en jouw kennis van de regio, is jouw aanstelling in nog een opzicht een uitkomst. Alkmaar krijgt een Alkmaarse. Waar dat vroeger bij aanstelling van burgemeesters misschien wel gemeengoed was, lijkt dat nu eerder een uitzondering dat iemand uit de gemeente ook het eerste ambt bekleedt. Je bent geboren en getogen in de Breedstraat, midden in het centrum. Veel familie woont nog in de gemeente en je kent de stad van haven tot gort. De emotionele betrokkenheid spatte ook van het scherm toen je op die late avond in beeld kwam in de raadzaal. Je zei, het ontroert en emotioneert me. En ik dacht meteen, Alkmaar heeft een voltreffer gescoord. Beste Anja, Alkmaar krijgt iemand met een groot hart voor de stad en omgeving. Namens de burgemeesterskring wens ik jou een ongelooflijke mooie en fijne start hier in Alkmaar. Hou dat grote hart voor de stad en geef daarin ook een mooie plek aan de regio. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking. Dank u wel, burgemeester Mans. Dan wordt er even een en ander schoongemaakt en dan geef ik het woord aan de heer Nieuwenburg. De heer Nieuwenburg spreekt namens de veiligheidsregio. Hij is voorzitter van het dadelijk bestuur, Geachte voorzitter, commissaris, chef kabinet, geachte leden van de gemeenteraad van Alkmaar. Gefeliciteerd, maar in het bijzonder natuurlijk gefeliciteerd burgemeester. Allerbeste Anja. Wat fijn om elkaar zo te zien. Hartelijk gefeliciteerd met je installatie tot burgemeester van Alkmaar. Een fantastische stad, zeg ik vanuit het Horense. Onze grootste gemeente in Noord-Holland-Noord. En Noord-Holland-Noord is jouw regio. Alkmaar is jouw stad. De regio die je goed kent, waar je lang woont en je eigenlijk nooit bent weg geweest. En je hebt een hart voor Alkmaar, een hart voor de stad. En wat mooi dat je het mooie ambt hier in Alkmaar vanaf nu op jouw eigen wijze kunt invullen. De directie en medewerkers van onze veiligheidsregio, je collega-burgemeesters, ze zien allemaal uit naar een hechte samenwerking. Maar vooral de Alkmaarders zullen je vast snel in hun harten gaan sluiten. Hun taal spreek je al en dat is heel mooi. En hoe mooi is dat ook voor een burgemeester. En de gemeenteraad, College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van Alkmaar zullen snel vertrouwd zijn met hoe jij de zaken aanpakt. Je deed dat hiervoor in Schermen, nu een stuk van jouw gemeente Alkmaar, bij de brandweer, de KLPD, de zorg, waar wij elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoeten in Haarlem, dat weet je nog, en bij de politie in onze eenheid Noord-Holland. En met name daar, beste mensen, hebben de 35 collega's in onze eenheid jou goed leren kennen de afgelopen jaren. Je bent verbindend, gewend en vaardig in het overbruggen van tegenstellingen. We zagen je oprechte aandacht voor de mensen die voor en met je werken. Treffend was de manier waarop je vlak voor je vertrek bij de politie alle bureaus ontlangs ging om persoonlijk afscheid te nemen. En toen hier in Alkmaar het Europees kampioenschap wielrennen was en er op de politie werd gerekend, klom jij zelf op de fiets. En toen jouw mensen streden recent voor betere arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk salaris, stond jij met mij samen naast ze op de nieuwe steen in Horen. En toen het spannend werd, beste mensen, de afgelopen jaren in menige gemeente in Noord-Holland, stond je er ook vaak en je was er, zichtbaar
en betrokken. En zo zullen de Alkmaarders hun nieuwe burgemoeder vast ook gaan ervaren, beste mensen. En je wordt onze voorzitter van onze veiligheidsregio, ons boegbeeld. En we zagen ook hoe belangrijk dat was en nog steeds is. De voorzitter en de vicevoorzitter van de veiligheidsregio en collega-burgemeesters, die werken hecht samen, van Enkhuizen tot en met Bergen, van Castricum tot en met Texel. De derde golf is nu afgewend en met grote vaart wordt iedereen beschermd tegen corona. En nu werken we goed samen in de nafase en de fase van herstel. Maar waakzaamheid blijft wel nodig. Nieuwe besmettingen met mogelijke mutaties van varianten mogen ons niet overvallen en ons weer in de greep houden. Het is natuurlijk vooral fijn dat onze inwoners, onze ondernemers en bezoekers meer de ruimte krijgen. Maar de onderlinge afstemming over wat kan en mag blijft de komende tijd erg belangrijk. Hoe kunnen we op elkaar rekenen? En hoe kunnen we op de beperkte politiecapaciteit rekenen? Het is je bekend. Ook zullen we goed moeten evalueren. Dat doen we zelf, maar doen ook anderen voor ons. Het is mooi dat de eerdere formele evaluatie zeer goed voor onze veiligheidsregio heeft uitgepakt. We kregen een dikke pluim voor de manier waarop we in onze veiligheidsregio samenwerkten om de crisis aan te pakken. En dat houden we met elkaar vast hier. En je weet dat Noord-Holland-Noord een regio is die bekend staat om zijn nuchterheid, no-nonsense en doelgerichte aanpak. En dat kan alleen met goede bestuurlijke samenwerking. Ook in de veiligheidsregio. De bestuurlijke betrokkenheid van de burgemeesters daarbij is bijzonder groot, kan ik je zeggen. En we zien erg uit naar de manier waarop je ons zal stimuleren die betrokkenheid en die samenwerking de komende tijd te blijven vinden. En dat is ook nodig. De komende tijd hebben we met elkaar een paar hele grote uitdagingen. De vernieuwing van de brandweer. Hoe er een goede invulling van vrijwillige inzet blijft en wordt voldaan aan Europese regelgeving. De doorontwikkeling van zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio en de verdere ontwikkeling in het domein van acute zorg. Maar ook de doorontwikkeling van aanpak van nieuwe crisistypen, zoals cybersecurity en waterveiligheid. Kortom, op alle fronten is er beweging om ervoor te zorgen dat iedereen in Noord-Holland-Noord veilig kan blijven wonen, werken en Noord-Holland-Noord kan blijven bezoeken. En van oudsher trekken ook met name de burgemeesters van Alkmaar, Den Helder en Horen nauw met elkaar op. En samen zijn we het samenwerkingsverband H2A. En vervullen we graag een stimulerende rol voor onze eigen regio's Alkmaar, de Kop en West-Friesland. De afgelopen tijd stelden de gemeenteraden in de drie subregio's in Noord-Holland-Noord uitvoeringsprogramma's vast. En daarmee legden ze een stevige basis voor de samenwerking. Onderling, maar ook in Noord-Holland-Noord. En nu komt het moment om dat actief met elkaar uit te dragen en om de regio Noord-Holland-Noord nog sterker en vitaler te maken. Het beest in de bek gaan kijken met elkaar. De scherpte te zoeken en keuzes te maken. Investeren in de samenwerking heeft ons al ver gebracht, maar kan ons de komende tijd nog meer gaan brengen. Met grote opgaven, samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, zoals innovatie en ondernemerschap, het werven en vasthouden van talent, de energietransitie, woningbouw, bereikbaarheid. Noord-Holland-Noord, dat weten wij hier met z'n allen, is krachtig. Maar wat is ons verhaal? Waarin onderscheiden wij ons? En dat is precies de opgave waarvoor we staan. En ook met jouw input kunnen we dat vast goed vertellen aan elkaar. Maar vooral met de provincie Noord-Holland. Aan de metropoolregio Amsterdam. Het Rijk en Europa. Onze collega's en ikzelf verheugen ons erop dat samen met jou te doen. En met Alkmaar en Horen ook met de grote steden in Nederland in G40-verband. Om onze regio nog steviger op de kaart te zetten. De vooruitgang, beste Anja, wacht niet. We gaan aan de slag. Jij gaat aan de slag in het mooie ambt van burgemeester in de mooiste provincie van ons land. En wij doen dat in Noord-Holland-Noord samen. Want dan staan we sterker. Beste Anja, veel geluk en geniet. Dank u wel, burgemeester Nieuwenburg.
Dan geef ik het woord aan de heer Taneja. De heer Taneja is directeur veiligheidsregio en regionaal commandant van de brandweer. Geachte aanwezigen, geachte commissaris, beste Anja, van harte gefeliciteerd. Een paar weken voor de bekendmaking spraken de gemeentesecretaris Wim en ik over het ideale profiel van de nieuwe burgemeester van Alkmaar. Iemand die verbindend kan zijn, verstand heeft van veiligheid en kennis heeft van het Haagse spel. In de vroege ochtend na de raadsvergadering in april, waarin de voordracht werd gedaan, las ik een app van Wim. Anja Schouten wordt de nieuwe burgemeester. Al wakker wordend dacht ik terug aan ons gesprek. De eigenschappen die daarbij over tafel gingen en haalde ik wat herinneringen aan Anja op. De weken erna sprak ik wat gezamenlijke bekenden. Sander Schelberg, destijds de jongste burgemeester van Nederland, zocht in 2004 een gemeentesecretaris en Henk ten Boom had in Hallo een talent rondloop. Beiden zien een rol voor zichzelf in het ontdekken van Anja als talent. Maar feit is dat Anja met Sander in de schermen in staat was om de gemeente en brandweer aanzienlijk te veranderen. Zelfs op de kop te zetten. Meedogenloos vriendelijk is de herinnering uit die tijd, waarbij je er al in 2007 voor koos om weg te gaan uit het openbaar bestuur. Maar zie hier vandaag. Bij het Korps Landelijke Politiediensten, toch een beetje de elitedienst van de politie, werd je hoofd bedrijfsvoering. Je maakte al snel indruk met je verbindende manier van werken. Maar je liet niet over je heen lopen. Ruud Bik, de toenmalig korpschef, noemde je zelfs liefkozend een vals wijf. Daarmee bedoelde hij iemand die zich goed staande kon houden in de soms harde wereld. Later koos je er zelf voor om van bedrijfsvoering hoofdopsporing te worden. En vanaf die periode leerde je de veiligheidswereld in al haar facetten kennen. Het Haagse is je niet onbekend. Je kent de weg naar ministeries vanuit verschillende achtergronden en ook het spel tussen politieke en uitvoeringsorganisaties. Als portefeuillehouder zorg en veiligheid bij de politie was je betrokken bij het onderzoek naar het overheidsoptreden rond de dood van de 16-jarige Humaira uit Rotterdam, die vlak voor haar afspraak bij de politie door haar stalker werd vermoord. Na een dergelijk afschuwelijk incident is het laveren tussen perspectief en valse verwachtingen, en dat kan jij als geen ander. Alkmaar krijgt een burgemeester en de veiligheidsregio een voorzitter die kan verbinden, verstand heeft van veiligheid en de weg naar Den Haag weet te vinden. En dat is juist nu niet onbelangrijk, want Anja weet bijvoorbeeld, als het over verwarde personen gaat, dat de oplossing ligt in de samenwerking tussen veiligheid, sociaal domein en de zorg. Als het over verwachtingen gaat, bijvoorbeeld over het om te herstellen van de pandemie die ons al anderhalf jaar bezighoudt, dat extra IC-bedden niet binnen een paar maanden te realiseren zijn. Net als het overigens geldt voor wijkagenten en leden van de antiterreureenheid. En dat in een landschap met grote en kleine gemeenten, nu 17, straks 16 en de schermer als onderdeel van Alkmaar verbinding is wat ons sterk maakt. Beste aanwezigen, beste Anja, ik kijk ernaar uit om met je te mogen samenwerken en te werken aan een veilige en verbindende regio. Dankjewel en succes. Dank u wel, heer Taneja. En dan gaan we nu kijken naar een filmpje op de schermen vertoond. Hoschgelden Alkmaar burgemeester. Welkom in Alkmaar burgemeester. Burgemeester, welkom in Alkmaar. Welkom burgemeester in Alkmaar. We staan in de Maren. Welkom mevrouw Schout in ons prachtige Alkmaar. Ik wens de burgemeester hartelijk welkom. Heel veel succes in onze prachtige stad. En wij wensen je een heel voortvarende ambtsperiode. Welkom in Alkmaar burgemeester. Veel succes de komende jaren. Laten we er samen iets leuks van maken. De cleaning service wenst de nieuwe burgemeester van harte welkom in Alkmaar. En voor de historie van de stad hoop ik dat ze het heel goed gaat doen. Ik wens u veel succes. Welkom burgemeester in Alkmaar. Burgemeester, welkom in Alkmaar. Goedemiddag Anja, gefeliciteerd met je aanstelling als burgemeester in ons prachtige Alkmaar. Ik vind het hartstikke leuk dat je de nieuwe burgemeester van Alkmaar wordt. En ik wens je heel veel succes in je nieuwe baan en misschien kom ik je nog eens ergens tegen. Welkom in Alkmaar, nieuwe burgemeester, ik zou het zeggen. Nou, heel veel succes, want het is een geweldige stad. Mevrouw Schouten, welkom in Alkmaar! Welkom
Welkom in Alkmaar. De mooiste stad van Nederland. En ook namens mijn moeder. Ja hoor. Veel, ja. Ja, veel sterkte. En ik hoop dat het alles goed gaat. Welkom Anja Schouten. Succes in Alkmaar. De Alkmaarse boodschap heeft Anja Schouten onwijs veel succes. Anja Schouten, de nieuwe burgemeester bij deze Welkom in Alkmaar. Nou, nieuwe burgemeester, hartelijk welkom in het allermooiste dorp van de Rijp. Er is hier veel te doen. Dus u bent van harte welkom. Fijn dat u er bent. Heel veel succes en plezier in deze prachtige gemeente. Burgemeester, hartelijk welkom in Alkmaar. Veel succes. Beste Anja, wij wensen je ongelooflijk veel succes in deze geweldige gemeente. Erg leuk. Leuk en we heten haar natuurlijk absoluut welkom. Ja. We hopen dat ze een hele fijne tijd hier hebben. Nou, welkom in Alkmaar, burgemeester. Welkom, burgemeester in Alkmaar. Welkom, nieuwe burgemeester. In dit prachtige Alkmaar. We hopen dat je hier welkom voelt. En heel veel succes, Anja. Burgemeester Schouten, van harte welkom in Alkmaar en veel succes. Hallo, mevrouw de burgemeester. Wij wensen u een hele fijne carrière en hou de stad leuk. Hallo Anja, welkom in Alkmaar. Verrassend hoor, dat jij bent voorgedragen als nieuwe burgemeester van Alkmaar. Ik zou zeggen, hartelijk welkom, veel succes en blijf gezond. Lily en Mie wenst de nieuwe burgemeester van harte welkom. Kom gerust een keer kijken. Wat er ook te doen is, of als er iets gebeurt wat niet zo leuk is, dat we u zien om ons te helpen. Welkom Anja in ons mooie Alkmaar. Welkom in Alkmaar, burgemeester. Leuk dat je er bent. Nou, met zware hand kun je ons de baas. 3, 2, 1. Welkom in Alkmaar, burgemeester. Het is jammer dat de mensen er niet bij kunnen zijn, maar toch nog een warm welkom namens de inwoners van Alkmaar. Mooi gemaakt. Dan geef ik het woord aan een speciale gast. En dat is de heer Schouten, de vader van de burgemeester. Meneer Schouten. Ja. Beste mensen, hier staat een trotse ouder. Wij zijn trots op ons hele gezin, maar op een dag als vandaag richten we ons speciaal op jou, Anja, die zojuist het prachtige ambt van burgemeester van Alkmaar heeft toegewezen gekregen en beëdigd. In jouw carrière, vanaf de middelbare schooltijd tot heden, zijn veel aspecten van een brede maatschappelijke betrokkenheid, belangstelling en bestuurlijke ervaring aan de orde gekomen. Begonnen als receptioniste in verpleeghuis De Houten. Vervolgens afstuderen in het MCA en later aanstelling als hoofd van het dagziekenhuis. En dan in dienst van de gemeente Alkmaar. Ik noem bijvoorbeeld het opzetten van een gemeenschappelijke meldkamer voor brandweer, politie en ambulancedienst in Alkmaar. Daarna onder meer beleidsmedewerker in Helo, gemeentesecretaris in de Schermer, directeur KOPD, directeur-bestuurder van een grote ouderenzorginstelling en als laatste chef politieeenheid Noord-Holland. Of moet ik hoofdcommissaris zeggen? Nou, ik noem je gewoon Anja, maakt me niks uit. In onze familie zijn en waren veel mensen actief in een maatschappelijke functie.
heel vaak ook als vrijwilliger. En er zijn ook meer bestuurders actief geweest. Ik geef twee voorbeelden. Opa Verduin, opa van Anja, was jarenlang actief in het bestuur van de toenmalige Boerenleenbank. De overgrootvader van Anja was onder meer loco-burgemeester van de toenmalige gemeente Akersloot. Kennelijk zit besturen ook in de genen. Na de benoeming van Anja door de gemeenteraad hebben ook wij vele felicitaties ontvangen. Waaronder die van een neef die ons met de benoeming feliciteerde en vroeg: als Anja nou burgermoeder wordt in Alkmaar, zijn jullie dan burgeroma en burgeropa? Deze vragen wil ik eigenlijk aan u voorleggen, gemeenteraad en gemeentebestuur van Alkmaar. En ik wil er heel concreet in zijn. Bestaan die functies, burgeropa en burgeroma? En zo ja, zijn die vakant? En welke functie-eisen moeten we aan voldoen om dat te kunnen invullen? Lijkt me een leuk agendapunt tussen alle zware onderwerpen. Anja, wij feliciteren niet alleen jou met de benoeming, maar ook de inwoners van de gemeente Alkmaar. Wij hopen van harte dat jouw positieve levenshouding, jouw vermogen om zaken positief en inhoudelijk te benaderen, navolging mogen vinden binnen de gemeente, binnen het bestuur van de gemeente en de raad. Problemen oplossen, perspectief bieden, dat heb je bewezen in eerdere functies, zijn sterke punten van jou. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een vruchtbare samenwerking met velen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schouten, voor de mooie woorden. Dat doet de burgemeester goed. Het is alleen wat moeilijker om nu het woord te geven aan de burgemeester, denk ik. Maar ik geef het woord toch aan de nieuwe burgemeester van Alkmaar, mevrouw Schouten. Eigenlijk past alleen nog maar stilte. Maar dat is toch niet echt gebruikelijk voor een nieuwe burgemeester om het eerste publieke optreden in stilte met elkaar door te brengen. Maar ontzettend bedankt de mensen die dit georganiseerd hebben. Deze prachtige avond met zo'n breed geschakeerde groep aan mensen die mochten spreken. En ik kan natuurlijk niet laten om even op een paar dingen in te gaan. Beste commissaris, dank. Dank voor de mooie bemoedigende woorden. En de opdracht dat ik niet alleen voor Alkmaar actief moet zijn, maar dat ik ook een opdracht in de regio heb, is goed gehoord. Mevrouw Bolte, de vertrouwenscommissie, ik mag er iets over zeggen, zei u. En ik kan zeggen dat de gesprekken zeer goed voorbereid waren en heel inhoudelijk, maar ook buitengewoon plezierig. Alleen dat wachten, hè, dat ooit ga ik dat nog eens leren, denk ik. Bovendien, een kleine bekentenis, een loop heb ik nog niet nodig. Ik kan op af, maar ver weg kijken. Ik denk dat u morgen mij in de raad met een bril zal zien, anders kan ik niet zien wat er op de naamkaartjes staat. Livia, wij gaan samen naar de kaasmarkt. Gaan we echt doen. Lijkt me hartstikke leuk. En ontzettend bedankt voor jouw waarneming de afgelopen 5 dagen. Je hebt het nog best druk gehad met die wateroverlast. En laten we blijven appen, want dat vind ik wel heel erg leuk. Meneer Dijkman, ik realiseer me heel goed dat we een hele grote verantwoordelijkheid in het college dragen. Voor de forse groei en de grote investeringen die Alkmaar gaat doen. Maar ik heb nu een paar keer inderdaad met u in het college mogen spreken en het voelt heel warm en welkom. En ik kom heel graag bij u in het midden om samen de mouwen op te stropen en aan het werk te gaan. En wat een geweldig leuk idee om de fractievoorzitters allemaal aan het woord te laten. En ik denk dat de samenvatting is: in het heden toont zich het verleden. Want ik heb jeugdzondes, jeugdherinneringen, onthullingen, vertrouwen, liefde, compassie, warmte gehoord. Dank daarvoor.
Iemand van u sprak over een nieuw tijdperk. Nou, het is in ieder geval voor mij een nieuw tijdperk. En als we het met z'n allen een nieuw tijdperk kunnen maken, omdat de corona achter ons is en omdat we inderdaad nieuwe dingen met elkaar gaan doen, dan ben ik daar heel graag, maak ik daar deel van uit. Ik ga bladzijde 126 zeker opzoeken, net als het woord miemelen. Moet even kijken wat dat nou precies is. Burgemeester Manf, die wandel deed die staat. Laten we dat vooral doen. En ook ik zie uit naar onze nieuwe kennismaking. En regionaal samenwerken, we hebben het er al heel veel over gehad. Ook die uitnodiging neem ik zeker aan. En dat ook geldt ook voor burgemeester Nieuwenberg. Noord-Holland Noord ligt me net zo aan het hart als Alkmaar. Daar hebben we het van de week nog uitgebreid over gesproken. En u stelt een prachtige vraag. Hoe kunnen wij op elkaar rekenen? Niet kunnen wij op elkaar rekenen, maar hoe kunnen wij op elkaar rekenen? En ik denk dat dat voor de komende jaren heel belangrijk is. En dat beest in de bek gaan kijken, dat klinkt wel lekker uitdagend. Dus daar ben ik wel benieuwd naar wat dat beest dan is. En Krishna, zo bijzonder hoe wij elkaar steeds weer op verschillende momenten in ons leven, in onze loopbaan tegenkomen. Fijn om weer aan het werk te gaan. Ja, en pap, wat mij betreft, ik weet niet of ik erover ga, maar als er een burgergrootvader is, dan heb je je volgens mij hartstikke mooi gekwalificeerd vandaag. Heel bijzonder dat je dit doet. Op oudere avonden baalde ik er altijd van als je het woord pakte. Maar nu vond ik het eigenlijk wel heel erg mooi. Dus dank je wel. Goed. Geachte aanwezigen. Geachte commissaris, kabinetschef. Leden van de raad, fractieassistenten, college, kinderburgemeester. Collega's, oud-collega's, vertegenwoordigers van de media. Familie, vrienden en andere belangstellenden. We hadden deze prachtige grote kerk vanavond het liefst vol mensen gehad, zodat iedere vereniging, partner en inwoner die dat wilde hierbij had kunnen zijn. En hoewel we op de goede weg zijn, gelden er nog COVID-maatregelen en daar houden wij ons vanavond vanzelfsprekend aan. Het gezelschap is daardoor wat beperkt, maar gelukkig helpt de techniek ons. En ik weet dat er heel veel mensen via Alkmaar Centraal of via de website van de gemeente Alkmaar meekijken. Ook voor u van harte welkom. Dit verhaal begint voor mij eigenlijk op 8 oktober 1981. Alkmaars ontzet. Ik deed samen met twee buurmeisjes mee aan de kinderoptocht in de categorie kleine groepen. En de foto van deze dag toont mij op de brug voor het Gulden Vlies, verkleed als verpleegkundige achter een kruiwagen. En in die kruiwagen lag een van de buurmeisjes als patiënt. En dat was nog best een pittige tocht vanaf het Nassauplein. Maar die inspanning was het meer dan waard, want op het Waagplein kwam de beloning. Ik kreeg de prijs overhandigd van burgemeester Rosemond. Ik was daar zwaar van onder de indruk. En ik dacht, dat wil ik later ook. Mijn loopbaan bracht me langs vele waardevolle organisaties met relevante maatschappelijke opgaven. Ouderenzorg, ziekenhuis, brandweer, meldkamer, gemeente en politie. U heeft er vandaag al van gehoord. Cruciale organisaties, zouden wij ze nu noemen. Organisaties vol bevlogen, vakbekwame collega's met een verhaal en een mening. En juist dat maakte het zo leerzaam om met hen te werken. En zo verzamelde ik, zonder vooropgezet plan, de kennis en de ervaring die uiteindelijk maakte dat de commissaris het aandurfde om mij voor te stellen aan de vertrouwenscommissie. Waarvoor nog mijn dank. En kabinetchef, dank voor de morele steun in het hele proces. En het belangrijkste wat al deze verschillende soorten collega's mij leerden, was om niet te denken in algemene termen als burgers, slachtoffers of cliënten. Maar dat kwaliteit alleen kan ontstaan als we een ieder als mens, als geheel persoon blijven zien. Een belangrijke les. Niet alleen omdat daarmee de kans op verbeteringen in complexe en nare situaties groter wordt, maar het is ook een les voor ons als samenleving. Recent hebben we gezien bij de toeslagenaffaire hoe het mis kan gaan als een overheid langs één aspect kijkt. Als een overheid niet meer de mens ziet, maar alleen de overtreding. En ik denk dat juist gemeenten van alle overheden het meest nabij hier een bijzondere positie en opdracht in hebben. Wij kunnen hierin leidend zijn. Juist omdat wij al op vele manieren relaties onderhouden met onze inwoners en onze ondernemers. Wij kennen hun context. En samen met inwoners en partners integraal kijken
geeft ruimte en noodzaak aan de menselijke maat. Niet iedere organisatie drukt met een eigen deel van het vraagstuk, maar het echt samen doen. Deze idealen draag ik al vele jaren en vele banen met mij mee. En ook nu wil ik daar heel graag een bijdrage aan leveren. Meebouwen aan een nabije, zelfbewuste gemeente die onderscheid durft te maken wanneer het verstandig is. De grote maatschappelijke opgave waar wij nu voor staan kan niemand alleen. Of het nu gaat over woningbouw, economische voorspoed, mobiliteit, de crisisaanpak, duurzaamheid, de arbeidsmarkt, ondermijning of zorg en veiligheid. We hebben elkaar nodig. En niet alleen binnen de gemeente, maar zeker ook in regionaal verband. Ik ben dan ook blij dat de collega's uit de regio Alkmaar, Noordland-Noord en Noord-Holland vanavond aanwezig zijn. Wij hebben met elkaar een mooie, soms lastige, maar vooral belangrijke taak om hierin samen voorop te gaan. En de leden van de vertrouwenscommissie hebben me er in de procedure ook nadrukkelijk op gevraagd, omdat ook zij het belang hiervan onderschrijven. Ik zie ernaar uit om als burgemeester van Alkmaar samen met u verder te bouwen aan waardevolle regionale samenwerkingsverbanden. Om dit prachtige gebied alle kansen op ontwikkeling, veiligheid, plezier en voorspoed te benutten. De afgelopen 2 weken, zo tussen 2 banen, heb ik mijn tussentijd gebruikt voor lange fiets- en wandeltochten. Door de dorpen, de binnenstad en de wijken van de stad. Ik heb gesproken met mensen, maar ik heb vooral om me heen gekeken en geluisterd. Wat een afwisseling, wat een schoonheid en wat een levendigheid. Ik heb geleerd dat de dorpen aanduiden als buitengebied van Alkmaar niet gewaardeerd wordt. Voortuin van Alkmaar, dat mag eventueel wel. Het beste van stad en land in 1 gemeente, zeggen we dan. Maar eigenlijk moeten we hierin samen nog de juiste taal vinden om de nieuwe samenhang en de verscheidenheid te beschrijven. Ik heb gefietst langs prachtige agrarische bedrijven, waar nu zo hard gewerkt wordt om de gevolgen van de enorme stortbuien op te vangen. Ik ben in fijne winkels, galeries en musea geweest en was gast bij mooie horecabedrijven. Ik zag kinderen en studenten rondom de vele scholen spelen of chillen, genietend van het weer en elkaars gezelschap. En ik heb gewandeld door kleine straatjes en langs prachtige grachten. Ik heb de bedrijvigheid gezien bij onze grote en kleine ondernemingen. En ook voor de nieuwe economie is er plaats. Alkmaar kent namelijk internationale, prijswinnende ICT, datatech en nieuwe energiebedrijven. En naast al deze dynamiek zijn er nog voldoende plaatsen om in stilte de schoonheid van het landschap, de kunst of de historie te beleven. En ook dat is belangrijk. Balans tussen uitdaging en reflectie, dynamiek en rust is nodig voor een vitaal bestaan. Een vitaal bestaan van mensen, van gemeenschappen en van de gemeente. En dit alles is ruim voorhanden in de dorpen, de binnenstad en de wijken van de gemeente Alkmaar. Om deze speech te schrijven ben ik een paar dagen in een bed and breakfast in de Rijp geweest. En in die periode zag ik in het Houten Huis een indrukwekkende fototentoonstelling van corona in beeld. Foto's gemaakt door inwoners van en in de Alkmaar en omgeving. Beelden die we ook over tientallen jaren nog onmiddellijk zullen herkennen als van deze tijd. Schermen tussen mensen, mondkapjes, lege stadions en intens stille pleinen. En ook in de kerk waar we nu zijn hangen ingrijpende foto's van World Press genomen op de intensive care. Gelukkig kunnen we op dit moment versoepelen, het werd net ook al gezegd, maar we zijn er nog niet. En als burgemeester heb ik daarbij een dubbele rol, namelijk die van burgermoeder en van handhaver. Ik zal daarbij de ervaring opgedaan als politiechef goed kunnen gebruiken. Maar u mag er ook op vertrouwen dat ik vanaf vandaag kijk vanuit mijn nieuwe, bredere bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dat ik ook nu zal doen wat nodig is. Want veel mensen hebben geleden onder de coronacrisis. Er zijn mensen overleden of heel ziek geworden. En in de zorg hebben mensen ontzettend hard gewerkt. Maar ook van onze BOA's en politiemensen is veel gevraagd. Deze mensen hoeven niet opnieuw applaus. Maar zij willen vooral rust voor hun eigen herstel. Ruimte om hun hele vak weer uit te oefenen. En respect voor het vele werk dat zij geleverd hebben.
Daar moeten wij aandacht voor hebben. Anderen hebben vooral geleden onder de maatregelen die nodig waren, 3 lockdowns op rij. Ondernemers die medewerkers hebben moeten ontslaan. Mensen die financiële problemen kregen of jongeren die somber werden omdat zij deze periode beleven als uitzichtloos en vrijheidsbeperkend. Zij voelen de haast om zoveel mogelijk in te halen, in het leven of in hun onderneming. Zij verlangen naar reuring en willen zo snel als mogelijk weer verder waar we gebleven waren. En zeg eens eerlijk, verlangen we niet allemaal af en toe naar een vol AZ-stadion met een nieuw dak? Naar gezellige buurtfeesten, naar een bruisende kaasmarkt en naar een ontzettend gave ontzetviering in oktober. Toch zullen we deze zomer nog wat geduld moeten hebben en alert moeten blijven op het virus. En hopelijk kunnen we dan volgend jaar spreken over een post-corona-tijdperk. En we moeten dus ook manieren vinden om elkaar de ruimte te geven voor wat nu nodig is. Voor die reuring en voor die rust en herstel. Een balanceeract voor iedere burgemeester. Dus ook voor mij. Want hier sta ik dan als uw burgemeester, dankbaar en trots. En op de weg naar dit moment zijn er velen die mij gesteund hebben. En een aantal van hen wil ik graag noemen. Marietje, Emiel, ik weet dat je kijkt. En Sjors, ik weet dat je er bent. Jullie zijn voor mij heel verschillende, inspirerende voorbeelden van de invulling van het ambt. Dank voor jullie wijze raad, jullie openhartigheid en jullie vertrouwen in mij. Mijn ouders en zusjes. Onze zorgeloze Alkmaarse jeugd heeft ons een goede start in het leven gegeven. Daar ben ik heel dankbaar voor. En op dit moment geven jullie en je gezinnen mij de veiligheid van een grote warme familie, waarin voor ieder als mens een eigen plek is. Hopelijk zijn we heel snel weer een keertje echt compleet. Mijn mannen. Burgermoeder worden is eervol, maar jullie moeder zijn is de rol van mijn leven. Ik ben zo trots op jullie en geniet enorm van de tijd die we samen met jullie en je vriendinnen mogen besteden. Het is kostbaar. Laten we daar altijd weer gelegenheid voor maken. En Pedro. Al meer dan 35 jaar leven wij een waardevol leven samen. En jij geeft me, en dat zien we nu des te meer, steeds opnieuw de ruimte gegeven om nieuwe stappen te maken. En altijd weet jij weer te genieten van wat er is. Dank uit het diepst van mijn hart. En ik teken heel graag weer voor een paar jaar bij. We gaan ook hier weer een mooie tijd van maken. En tenslotte dank aan u als vertrouwenscommissie en gemeenteraad. U heeft lef getoond. U durft het aan om met een atypische kandidaat in zee te gaan. In uw profielschets stond dat u een bestuurder zocht met de ambitie Alkmaar en zichzelf als persoon verder te ontwikkelen. Deze zin raakte me zeer en dat was het moment waarop ik besloot te schrijven. Dank voor deze opdracht en de ruimte die u me daarmee geeft om mezelf te ontwikkelen tot uw voorzitter en burgemeester van Alkmaar. Ik waardeer uw vertrouwen en ik zal het niet beschamen. Ja, en er is dan al veel gesproken over mijn niet-politieke kleur hebben. Maar ik wil zeker geen kleurloze burgemeester zijn. Ik denk ook niet dat ik daar veel talent voor heb trouwens. Maar ik wil vooral geen kleurloze burgemeester voor zijn. En ik sluit dan ook af met een paar goede voornemens. Ik wil een burgemeester zijn voor alle mensen in Alkmaar. De dorpen en de stad. Jong en oud. Geboren in Alkmaar of recent gekomen. Of een van die tienduizenden nieuwe Alkmaars die we hopelijk de komende jaren nog gaan verwelkomen. Iedereen mag zijn wie die is. Zolang die maar ruimte laat voor de ander. Ik wil een burgemeester zijn die binnen alle grote ontwikkelingen en lastige besluiten de mens blijft zien. Een burgemeester die het niet altijd zeker weet, maar wel altijd bereid is te vertellen hoe ze tot haar besluiten is gekomen. Ik wil mijn nieuwsgierigheid behouden en zichtbaar zijn. En daarvoor heb ik het nodig dat ik ook veel buiten het stadhuis ben. Dat ik mensen, organisaties, verenigingen, gemeenschappen spreek over hun praktijk. En daarvoor is een prachtig inwerkprogramma gemaakt. En de raadsleden nemen mij deze zomer mee naar mensen en plaatsen die zij belangrijk vinden. Maar als u denkt dat ik iets vergeet, laat het me dan vooral weten. Mijn insteek is om te luisteren en te kijken en van daaruit te zien wat nodig is. Geen vooropgezet plan,
maar richting krijgen van de Alkmaarders. Geachte leden van de raad, wij hebben veel werk te doen. En dat begint morgen al met de raadsvergadering. Er liggen grote inhoudelijke en financiële uitdagingen om Alkmaar niet alleen het komend jaar, maar vooral ook de komende decennia richting mee te geven. Alkmaar, een stad en dorpen waarin mensen duurzaam goed kunnen leven, wonen, werken, ondernemen, leren en recreëren. Waar je als mens gezien wordt en mag zijn voor wie je bent, zolang je daarmee ook een ander de ruimte laat. En waar je mag rekenen op een gemeente die nabij en zelfbewust is en onderscheid maakt wanneer dat verstandig is. Ik zie ernaar uit om samen met u als raad, het college, de ambtelijke organisatie en vooral samen met de inwoners van Alkmaar samen verder te bouwen aan een mooie toekomst. De stad iets verder dragen, dat staat de Alkmaarder goed, gaf Joost Swageman ons bij het 750 jaar bestaan al mee. Uw burgemeester zijn is voor mij een eer en een genoegen. Ik hoop op uw steun. U kunt op mij rekenen. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Voor ik zo de voorzittershamer overdraag, symbolisch overdraag overigens, aan de burgemeester, verzoek ik u om straks na sluiting van de vergadering te blijven zitten. De burgemeester komt bij u langs, en dat is allemaal in verband met de coronaregels. Ik wil ook het woord van dank uitspreken aan een aantal mensen. Dat is de organisatie van de Grote Kerk, de medewerkers van de Grote Kerk, de griffier, de mensen van de griffie. Maar in het bijzonder Mirjam Pieters, die echt het programma goed in elkaar gezet heeft. En een goede voorbereiding. Ik vraag u een applaus voor deze mensen. Ja, dan is nu het moment daar. Ik ben werkloos. Ik geef symbolisch, ja, dat had ik wel verwacht. Ik geef symbolisch de hamer over aan mevrouw Schouten, de burgemeester. Dank u wel, meneer Hoeksma. Ik sluit me aan bij de grote woorden van dank voor deze prachtige avond aan de organisatie en u allen. En hiermee sluit ik de vergadering en zeg tot morgenavond.